Ruud Grondel, het is Pasen. Jij bent zeg maar milieuwethouder van Amsterdam. Pasen en groen, wat betekent dat voor Amsterdam? Pasen en groen, wat betekent dat voor Amsterdam? Volgens mij betekent Pasen voor veel Amsterdammers dat ze dan een dagje naar buiten gaan. Of in de stad zelf gaan wandelen en een beetje van genieten. Een enkeling die zeer christelijk is of joods, overigens valt die datum niet samen, dan zal ook daar nog iets moois mee doen. Dus Pasen is een voorjaar. Loop jij nou door de stad als milieu- en bomenwethouder, zal ik maar zeggen, en kijk je naar de bomen? Ja, ik fiets vooral. Ik beleef altijd heel intens hoe het voorjaar de stad inkomt. Met name op de grachten, maar ook in de parken zie je dat heel duidelijk. Ik heb dit jaar erg veel bomen gesloopt zien worden, weggehaald, verplaatst. Is dat toevallig dit jaar? Nou, we doen ontzettend veel in de stad. De Noord-Zuidlijn aanleg begint. Je ziet op andere plekken. Dat betekent bijvoorbeeld het 2-3 circuit dat ze nu al bezig zijn met die bomen? Nou, weet ik niet in detail, maar bij Vijzelgracht heeft ook iedereen zeer gedaan. De uitslag van de stemming is als volgt. Aangepakt zijn nek. Voor de gemeenteraad is paasreces ook weer een beetje paasreces. Wat ga jij met de paasdagen doen? Dat is geen paasreces hoor. Het is wel een goede vrijdag en eerste paasdag. Ik ben vooral thuis. Mijn schoonvader ligt in het ziekenhuis. Dus ik blijf in de buurt. Zo gaat het hier in het gemeentehuis. We horen de burgemeester op de achtergrond. We krijgen volgens sommigen een hele hete zomer in Amsterdam. Niet alleen omdat het warm wordt vanwege de zonnestraling, maar vooral ook van de EK en dat soort dingen. Betekent dat ook een belasting voor jou als milieuwethouder? Nou, er zijn een aantal dingen waar vergunningen voor zijn, maar die liggen toch vooral op stadsniveau. We hebben afspraken gemaakt over extra schoonmaak en daar is ook geld voor geregeld. Dat is waar ik een beetje op moet letten. Er zijn veel mensen in de stad. Ik hoop dat het gezellig wordt vooral. En dat waar mensen bang voor zijn met rellen, dat het meevalt. Daar ga ik eigenlijk vanuit. En het zal ook veel troep geven, veel toeristen in de stad. En goed schoonmaken. Pasen. Pasen is de lente, het is mooi weer. Wat wenst u de Amsterdammers toe voor Pasen? Nou, wat u zegt, niet alleen mooi weer, maar ook een hele prettige, goede zomer. Want het zal voor veel mensen net zo zijn als met mij. Je hebt de winter gehad, je hebt vaak hard gewerkt. Het wordt weer mooi weer. Je hebt het gevoel van, de wereld ziet er weer anders uit. En voor mijzelf speelt er nog wat mee. Dat ik gehoord heb dat meer dan 60% van de Amsterdammers vindt dat water in grachten waar het terug zou kunnen komen, dus gedempte grachten, dat het daar ook terug zou moeten komen. En dat gaf mij een heel goed gevoel, want dat brengt het idee terug dat ook in Amsterdam mensen niet alleen gericht zijn op beton en op steen, maar dat ook een groot deel van de Amsterdammers wel degelijk betrokken is bij zeg maar, de schoonheid van de stad en ook bij het water in de stad. En niet alleen in de Prinsengracht en in de Herengracht, maar dat ons voorstel, het D66-voorstel van vorig jaar om water terug te brengen in Trokin, wat we verder niet gehaald hebben, dat voor veel Amsterdammers dat een heel aantrekkelijk aanbod is. En dat geeft mij het gevoel van Amsterdammers zijn wat dat betreft zelf goed bezig, denken door. En zijn niet alleen maar bezig met de korte termijn, maar ook de lange termijn om hun stad mooi te houden. En dat vind ik een heel prettige boodschap. En ook geeft het iets van, daar doen we het voor. In de praktijk, zijn er nog plekken waar we dan dat water terug zouden kunnen halen? Ik bedoel, om daar bijvoorbeeld de Rozengracht weer open te breken. Of de Dam zelfs, ja. Het Rokin heeft het niet gehaald. Is dit een D66 proefballonnetje? Of een plek om die computers van meneer Ton de Graaf weer in te gooien? Of zegt u van nou, hier moeten we serieus wat mee doen met zo'n gegeven dat dus 60% van de Amsterdammers toch wel meer water wil eigenlijk? Nou, ik denk nog even terug aan vorig jaar. Toen heeft dat voorstel om het Rokin te ontdempen, heeft het op het nippertje niet gehaald. Dat was wel interessant, want weken daarvoor had iedereen het over wat een raar voorstel. Aan het einde was het zo dat GroenLinks opeens zei, ja, maar dan kunnen niet genoeg auto's weggezet worden. En de VVD die maakte problemen over bomen die misschien gekapt zouden kunnen worden. Dus dat waren een beetje drogredenen. En je moet natuurlijk niet, als je iets verloren hebt, meteen weer terugkomen. Maar dit geeft ons wel aanleiding om nog eens goed te opnieuw te bekijken, niet alleen met Rokin, maar plekken waar het geweest is. En dan serieus en niet plekken waarvan je zegt, ja, dat is natuurlijk onzin. Daar moeten we eens naar kijken om daarmee aan de kant te gaan. Want de Amsterdammers waren daar dus heel onderbelzinnig in meerderheid voor om in ieder geval te gaan kijken waar het kon om dat in te brengen. En ik vind, als nou alleen iets van ons is, dan kan je zeggen van, nou ja, daar heb je een partij die wil wat en die schiet ermee in de publiciteit. Maar het onderzoek wat gedaan is een serieus onderzoek geweest. Niet een eigen onderzoek, maar een onafhankelijk onderzoek.
En dat geeft je dan toch het gevoel van, we zijn daar niet verkeerd mee. Maar als u dan zegt directe plaatsen noemt, dat gaat ook weer zijn eigen leven leiden. Dus we gaan er nou eens even met een aantal experts naar kijken. En we zullen op een later termijn dan met een goed gefundeerd plan terugkomen. Om even met Gorter te sluiten aan de stille gracht. Plonk laat, nog licht. Prachtig. U kent uw klassieken beter dan ik. Het komt dan uit de mei van Gorter. De mei van Gorter. Nieuwe lente, nieuw geluid. Ik wil dat het lied klinkt als het gefluit dat ik vaak hoorde. Op een zomernacht in een oud stadje aan de Watergracht. Nou, ik vind het fantastisch. Dat vind ik nou een mooie paasboodschap. Ik zal ook mijn poëzieboekjes er weer eens bij pakken. Want er zijn prachtige gedichten. Maar ze zo reproduceren kan ik niet. En inderdaad, aan de waterkant, zonder auto's misschien. En met schoon water waar de futen in zwemmen. Zou dat de tekst die u uitspreekt extra mooi overkomen. Al was het op de Rozengracht. Dankjewel. Wim Pakee. Het is Pasen. Jij bent van de Socialistische Partij en ik geloof niet dat jij vreselijk gelovig bent. Nou, je zal me niet in de kerk tegenkomen. Tenzij het een monumentale kerk is waar ik als een soort museum naartoe ga. Maar Pasen is voor mij een aantal vrije dagen achter elkaar. In een tijd ook nog dat het meestal mooi weer is zoals vandaag. Dus dan kan ik met de kinderen naar buiten, dan kan ik naar de tuin toe, dan kan ik weet ik veel wat. Heb je een volkstuintje? Ik heb een volkstuintje, ja. Dat wordt weer erg populair, volkstuintjes in Amsterdam, hè? Nou, ik doe dat nu al een jaar of 10. En ik zal je vertellen, het is het beste besluit dat ik ooit genomen heb om dat te doen. Voor praktisch geen geld heb je eigenlijk een plek heel dicht bij huis, want het is in Landsmeer waar ik zit. Waar je als het mooi weer is gewoon lekker in de tuin kunt zitten. Terwijl je dat thuis niet kan, want ja, thuis zit ik gewoon op 2 hoog. Dus daar valt niks in de tuin te zitten. Je kan nog in de tuin spitten ook. Je kan daar bloemetjes planten. Je kan daar zelfs groenten kweken. Je kan daar barbecuen niet te vergeten als het mooi weer is. En ik kan er nog vissen ook, want er ligt ook nog een brede sloot langs. Iets wat veel meer Amsterdammers zouden kunnen doen. Maar er zijn maar 6.000 tuinen in Amsterdam. Nou is dat nog een hele boef op een binnenstad met 70.000 woningen. Maar moet dat meer worden? Is dat een goede manier om ruimte te gebruiken? Nou, ik raad in ieder geval iedere Amsterdammer aan die graag op een snelle manier naar buiten wil om dat te doen. Want ik zeg al, echt voor een paar honderd gulden per jaar, want dat is de huur die je betaalt, heb jij dus een buitenverblijf, zeg maar, waar je al die dingen kunt doen die ik net gezegd heb. En ook voor de kinderen is het fantastisch, want die kunnen daar, wat ze hier op straat niet kunnen, dat kunnen ze in de tuin wel, voetballen, rotzooien in het zand, weet ik veel. Pasen is natuurlijk toch ook de eerste volle maan in de lente, de nieuwe tijd. Het is het verhaal van Christus die gekruisigd werd, maar het is ook natuurlijk een heel oude feestdag in de tijd dat de wereld weer tot bloei komt. Politiek, hoe staat het? We zien landelijk allerlei ruzies over de koningin. Het lijkt wel of allerlei bestaande instituties worden aangevallen. Is dat het begin van een nieuwe lente en een hete zomer? Ja, ik weet niet precies waar je nu op doelt. Oh, de koningin bijvoorbeeld die ter discussie staat. Ja. Die komt om de zoveel jaar komt dat aan de orde volgens mij, de koningin. En ja, misschien zou je die vraag aan Tom de Graaf van D66 moeten stellen. Want die heeft die zaak weer op de agenda gezet. Ik moet je zelf zeggen, ik ben daar niet zo van onder de indruk. Dat zijn van die symbooldiscussies. Kijk, voor mij hoeft een koningshuis niet. Maar het zal ook niet zo zijn dat ik degene zal zijn die voorstellen doet om het allemaal maar af te schaffen. Maar ik vind echt een beetje, zeker omdat het D66 is, zoeken naar punten om ergens over te praten. Terwijl essentiële zaken die aan de orde zijn, daar spreken ze dan niet over. Tenminste, ja. Vorige week was het Koninghuis, deze week is het iedereen een gratis computer. Ja, ja, precies. Dat las ik vanochtend in de krant. Vanaf 2001 geloof ik mag iedereen minimaal iets van 2000 gulden maximaal aftrekken van de belasting als hij een nieuwe pc koopt. Er is al door anderen gezegd van ja, daar zullen waarschijnlijk de mensen met het meeste geld zullen daar het meeste voordeel van hebben. Ja, ik vind dat ook wel zo'n voorbeeld. Ik vind het leuk hoor. Ja, ik zal er ook zeker gebruik van maken als het gebeurt, maar dit zijn geen politieke items waar ik wakker van lig. Tom de Graaf zegt dat hij dat doet of wil doen om het onderscheid tussen rijke en arme mensen, kennisarme en kennisrijke mensen op te heffen om zeg maar de armen ook de kans te geven om mee te doen in de informatiemaatschappij. Tezelfde tijd gaat het heel slecht met de beurs op de New Economy gebied. Is het voor een stad als Amsterdam, waar we toch nog met 40-50% allochtonen zitten, of in ieder geval mensen met een andere cultuur, wel zinvol om zo zwaar te mikken op die ICT-sector?
persoonlijk, en ik heb het niet onderzocht, maar mijn indruk is dat het erg overdreven is. Ik zei net al, als je die regel invoert zoals nu wordt voorgesteld door D66, dan ziet het er naar uit, dat zeggen de mensen die er wel verstand van hebben, dat met name die groep die het eigenlijk niet nodig heeft, die nu al een pc of 2-3 thuis heeft staan. Van eerdere pc-privéprojecten. Dat die daar gebruik van. En zo kijk naar mezelf. Op momenten dat de mogelijkheid is, zal ik mijn pc de snelste aanschaffen die er bestaat. En daar krijg ik dan 2000 gulden bij cadeau. Tegen die tijd kosten ze misschien nog 2,5 of 3000 gulden. Een hele snelle pc. Dus voor 1000 gulden ben ik klaar. Maar die mensen die nu daar geen idee van hebben. Wat voor reden zouden die mensen hebben om plotseling een pc te gaan kopen? Dan moet er toch veel meer gebeuren. Dan moet op scholen de aandacht daarvoor zijn. Dan moeten mensen mee opgroeien. Dan moeten ze gevoel voor krijgen dat dat een nuttige manier is om je te ontwikkelen. En als dat er niet is, dan is dat toch onzin. Dus ik zie daar eerlijk gezegd niet zoveel in. Maar zie je wel in bijvoorbeeld het plaatsen van pc's bij openbare bibliotheken, in bejaardentehuizen, op die plekken waar die groepen komen die een achterstand hebben qua inkomen? Kijk, je moet natuurlijk vooral wat met die ICT doen. Alleen zo massaal als dat nu wordt voorgesteld, denk ik van ja, het is meer window dressing dan dat het werkelijk iets oplost. Maar natuurlijk moet je op die plekken waar achterstanden zijn, begeleid met alles wat daarbij hoort, zodat mensen ook echt geïnteresseerd raken in het onderwerp, daar ook iets mee kunnen, daar beter en rijker van worden. En dan bedoel ik rijker in de geestelijke zin. Moet je daar zeker iets mee doen, dan moet je er zeker proeven meenemen, dan moet je zeker daar geld in investeren. Maar zomaar iedereen zeggen van je krijgt 2000 gulden korting als je een nieuwe pc koopt. Daar worden weer de verkeerde mensen rijk van. Dat denk ik ja, dat idee heb ik een beetje. Je paaswens voor de mensen? Veel mooi weer en dat ze weer goed uitgerust volgende week aan de slag kunnen. Dankjewel.